Bouw je BEP. Een hele leuke robot waarmee je heel toegankelijk je creativiteit kan benutten. Bouwen, programmeren en leren. Dat is het idee achter onderwijsrobot BEP, ontwikkeld door twee jonge Rotterdamse ondernemers. BEP moet de schoolklas gaan veroveren en kinderen al vroeg kennis laten maken met de techniek om ons heen. Met BEP kan je gewoon beginnen aan de hand van het boekje. Makkelijke software. En is het boekje al je eerste lesmodule. En voor kinderen van welke leeftijd is dit bedoeld? 8 tot 14. En natuurlijk iedereen. Dus voor mijn vader zou het misschien ook een hele leuke kunnen zijn. Computernerd, op je 8e. Ja, bij wijze van wel, ja. Of juist dat je denkt van ik vind programmeren een bijzaak. En dat je denkt ik wil het personaliseren en het bouwen daar die kant op. Dus het heeft een brede oppervlakte waar je mee verschillende kanten op kan. Hij schrikt van je. Oh, ja. Kan ook. Hij is nog een beetje wispelturig met zijn emoties. Maar dat moet ik hier nog even aanpassen. Kan BEP ook praten? Nee, BEP kan nu nog niet praten. Maar als we hem in november gaan leveren, dan is het wel de bedoeling dat hij wat kan terugzeggen. Wat je dan ook weer kan programmeren. Dat verwacht je wel van een BEP? Ja, het is wel een beetje stil, hè, anders.